Biljarten, een praatje maken en een lekker pilsje drinken. De kantine van voetbalclub VV Gestel wordt iedere woensdag en vrijdagmiddag omgetoverd tot buurthuis voor eenzame 55-plussers uit Gestel. Chef komt sinds kort biljarten bij de club. Hij is gelukkig getrouwd en eigenlijk niet zo eenzaam, maar toch iedere woensdag van de partij. Op een vrijdagavond ben ik een keer komen kijken en meegebiljart meteen. En je wordt meteen opgenomen in de groep. En dat is wel leuk. Als je gepensioneerd bent en je gaat thuis zitten achter de geraniums, dat is ook niet goed. Wat doet u het liefst? Biljarten en misschien straks nog even een babbeltje en een kaartje leggen en dan nog een pilsje drinken. Komt wel. Ja, zeker weten. Kijk eens aan. Altijd lekker, hè? De oprichters Leo en Henk hebben de middagen afgelopen zomer in het leven geroepen, omdat ze zelf ook geïsoleerd begonnen te raken. Ja, wij zijn zelf alleen. Dus aanhalingstekens, dus ja, wat moet je overdag doen? Ik ben ook alleenstaand en woon ook alleen op een appartementje. En ben al blij dat het woensdags of vrijdags is dat ik niet hier kan. Ja, hier heb ik toch mijn bezigheid. Ik zit onder de mensen, ik ken de mensen. Ja, ik ken nog vooruit, waar andere mensen veel mensen niet kennen. Er wordt steeds meer over gepraat. Er zijn meer ouderen eenzamer dan u denkt. Twee keer in de week bezoeken zo'n 15 tot 20 mensen de huiskamer van VV Gestel, waar redelijke prijzen gelden voor een consumptie. Iedere week lijkt de plek weer een beetje aan populariteit te winnen. We zijn toch wel aan het opbouwen nog, maar het gaat nou steeds beter van mond tot mond reclame. Het wordt iedere week een beetje drukker. Natuurlijk, het is niet alleen in Gestel, maar ja, we kunnen niet de hele wereld redden. Dus wij hebben gewoon gezegd van ja, luister, wij wonen zelf in Gestel en hier in Gestel willen wij het op kunnen zetten. De mensen die hier komen, die komen ook allemaal terug. Die vinden het gezellig. Het is geen winstbejacht, want we vragen voor een flesje bier €1,50 en een kopje koffie €1. Het is gewoon voor de ouderen bij elkaar te komen. De twee oprichters hebben grootse plannen om de club nog gezelliger te maken. Voor de toekomst zullen wij wel wat uit gaan breiden. Dus dat er ook meer mensen komen, maar ook dat er vrouwen komen en zo. Dus dat ze hier kunnen bingo. Ook willen ze een avondmaaltijd koken. De vrienden hebben al contacten gelegd met lokale ouderorganisaties om het samen op te pakken.